helemaal niks vandaag weer kijken. Ik heb weer een nieuwe DIY voor jullie, namelijk een notitieboek. En deze is gemaakt van oude tina's. Dus het enige wat je nodig hebt is een schrift. En je kunt je notitieboek opvrolijken met je favoriete artiesten. Of bijvoorbeeld met je favoriete strips. Het is heel erg simpel, maar het maakt je schrift super leuk. Dus laten we maar snel beginnen. Ik begin met het vouwen van de onderste en bovenste rand. Dit doe je tot aan de onderkant van het schriftje. Haal daarna het schriftje weg en vouw de randen opnieuw. Daarna leg je het schrift weer op. Vouw daarna de zijkanten naar binnen en aan de onderkant en bovenkant kun je nog een plakbandje doen. Nu is de basis van je notitieboek af en nu gaan we het natuurlijk versieren. Dit kun je met allerlei oude tina's doen en wat lijm. Met een schaar knip ik leuke foto's en plaatjes uit en daarna plak ik ze op het notitieboekje. Dat is de video. Ik hoop dat je het leuk vond om naar te kijken. En doe dan een duimpje omhoog. Hieronder kun je nog doorklikken naar 2 video's. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei!